Maar wat gebeurde er in de tussentijd met de mensen die achterbleven? Die bleven toch gewoon muziek maken. Die gingen gewoon door. Bijvoorbeeld bluesmuziek ontstond er rond 1900. Bijvoorbeeld jazzmuziek ontstond er rond 1900. Bluesmuziek, ja, er zijn twee verhalen hoe dat dan ontdekt zou zijn. Het ene verhaal is dat deze man, W.C. Handy heet hij, op een stationnetje van Tutwiler een beetje in slaap was gesukkeld. En die W.C. Handy was een geschoold muzikant en muzikus. Die wist alles van wals, maar die wist ook alles van boogie woogie. Die wist van allerlei soorten muziek wist hij van. Hij is een beetje in slaap gesukkeld op het stationje van Tutwiler daar in Mississippi. En hij zit op het bankje en hij hoort naast zich een van de gozer gitaarspelen. En denkt, nou, wat is dit nou? Ik heb nooit gehoord. Dit zou Henry Sloan geweest kunnen zijn. Henry Sloan was een van de aartsvaders van de Delta Blues, waar ik je dadelijk nog iets van ga laten horen. Die W.C. Handy die herkende dat als iets nieuws en die ging dat op bladmuziek uitschrijven omdat hij het zo interessant vond. Waarmee die muziek een veel grotere verspreiding kreeg. En ook in de rest van het land konden ze in ieder geval kennis nemen van die bluesmuziek. En hij nam ook elementen van die bluesmuziek op in zijn eigen muziek. En daarmee heeft hij die muziek een plaats gegeven in de Amerikaanse samenleving. Dit is Ma Rainey. Deze mevrouw, ook een kleurrijke figuur, mogen we zeggen. Rond 1900, hopelijk lesbisch, zwart, bandleider, circusartiesten. Ze deed van alles. En op een gegeven moment, buiten haar circuswagen, zou een meisje, een zwart meisje van een jaartje of 12, een liedje hebben gezongen. En die Marie die dacht van, hé, dat heb ik nooit gehoord. En dat zou dan bluesmuziek geweest kunnen zijn. En zij wordt dan ook erkend als een van de allereerste mensen die de bluesmuziek heeft herkend als iets nieuws. We gaan even terug naar die Henry Sloan. Die kwam hier vandaan. Die heeft hier werk gevonden. Dockery Farms. We hebben het nog allemaal over het gebied, de Mississippi Delta, Greenwood. Laten we zeggen 200 kilometer onder Memphis. Dockery Farms. Dat was een plantage rond 1900, hè. 1865 werd die gesticht, rond 1900 waren daar een steltje bluesmuzikanten. En die waren daar actief omdat die Will Dockery dat oké vond. Die zorgde goed voor zijn mensen, die zorgde dat er medische voorzieningen waren, dat er een schooltje was, dat die mensen redelijk betaald kregen. Dus die stond bekend als een goede baas. Dus veel zwarte mensen met hun roots nog steeds in de slavernij, die wilden maar wat graag voor hem komen werken. En hij vond het goed, die Will Dockery, dat er op zaterdagavond muziek werd gemaakt. En dat gebeurde hier aanvankelijk, waar nu die auto's staan. Had hij een paar muzikanten en die speelden dan twee of drie liedjes. En als een opwarmertje. En dan zei ze, oké, iedereen die het vanavond leuk vindt om te komen, we spelen aan de overkant van de rivier, in het Volker House. Je mag er een kwartje betalen als je de brug overgaat. En dan hebben we daar vanavond een feest. Nou ja, je moet je voorstellen, er was weinig vertier, want er waren geen auto's, er was geen openbaar vervoer. Het is daar allemaal woestenij. Dus op zaterdagavond, als je een verzetje kon krijgen, vond je dat als zwarte werker natuurlijk geweldig. Dus op een goede avond waren er zomaar 500-600 man die daar naartoe kwamen om in zo'n juke joint, zoals het heet, de muziek te beleven. Je zou kunnen zeggen dat daar het begin van de bluesmuziek ligt, met die geheimzinnige Henry Sloan, die nooit is opgenomen. Die ook op mysterieuze wijze is verdwenen. Sommige mensen zeggen, nou, hij is ook naar Chicago vertrokken, maar blijft een hele mysterieuze figuur. En wat minder mysterieuze figuren, zoals Charlie Patton en Son House. Twee originele Delta Blues muzikanten. Ik laat je wat horen van Son House. En wat zo bijzonder is aan die Delta Blues, die muzikanten, is dat ze zowel slaggitaar als solo-gitaar lijken te spelen. En dan gebruiken ze de gitaar ook nog als klankkast, als een ritmekast, en ze zingen erbij. Keith Richards, die hoorde dat voor de eerste keer rond 1960, en die dacht, hoe kan dat nou, weet je wat? Ik zie maar één naam op die plaat staan, op die LP, maar dit zijn volgens mij toch minimaal twee muzikanten. Dit is het bewijs dat je in je eentje zowel slag als solo gitaar kan spelen. Yeah, girl. This morning.
what a fool. I look down on his face. It's a good old guy, got to lay here and dread my days. I want a clue. I look down in her face. Stonehouse, een opname gemaakt in Engeland in 1967.